Meneer Geerders, u bent de fractieleider van de VVD in Houten. U heeft zich verkiesbaar gesteld voor de volgende periode. Waar ik benieuwd naar ben, is waar we u aan mogen gaan houden. Nou, de VVD gaat zich de komende verkiezingen extra inzetten voor een bereikbaar Houten. Daar bedoelen we mee dat we willen gaan werken aan bijvoorbeeld de ontsluiting van het Oude Dorp. En dat eindelijk de aansluiting naar de A12 gerealiseerd wordt. En verder zetten we ons altijd in voor een gezonde financiën van de gemeente. En dat zal best lastig worden de komende periode. Vanuit het Rijk komen er bezuinigingen op ons af. Maar de VVD is de partij die dat kan en die keuzes durft te maken. Dus wat dat betreft gaan we de periode ook alweer heel vol vertrouwen tegemoet. Dat de bereikbaarheid van Houten vergroten, dat lijkt me een sympathiek punt. Want dan kan iedereen bij Houten komen. Maar kunt u dat nog iets concreter maken? Wat betekent dat concreet? Heeft u een plan? Nou, er zijn vaak wat simpele oplossingen die ervoor zorgen dat de doorstroming bijvoorbeeld beter wordt. Zo hebben wij het initiatief genomen om de voorsorteervakken op de Meerpaalweg en op de Rondweg te veranderen. En je ziet gewoon dat dat soort dingen echt een groot effect hebben. Er gaat nu ook een rotonde komen op de koppeling aan het einde van de Molenzoom, waardoor ook daar het verkeer beter door kan stromen. En dat is een concreet, in deze raadsperiode, een concrete actie die jullie ondernomen hebben en die geresulteerd heeft in een betere bereikbaarheid. Ja, wat dat betreft trekken wij altijd aan de bel als we dit soort problemen zien. En het college heeft de afgelopen periode veel gedaan om ook dit soort maatregelen echt in gang te zetten en door te voeren. U heeft in Venlo ongetwijfeld het succes gezien van de VVD. Heeft dat u verbaasd? Nee, eigenlijk niet. Want wat wij de laatste maanden in de partij gezien hebben, dat is wij een duidelijke lijn hebben. Wij zijn ook altijd te houden aan onze vaste beginselen. En wij doen niet mee aan het geruzie van partijen om ons heen. En dat begint zich nu uit te betalen. En daar ben ik heel blij mee. Dat betekent dat we in de komende raadsperiode geen relletjes kunnen verwachten rond de VVD. Nee, wij hebben hele duidelijke grondbeginselen. Die gaan over zelfverantwoordelijkheid, over sociale rechtvaardigheid. En zo zijn er nog een aantal. Dus de mensen weten wat ze hebben aan de VVD. Zo zijn we al jarenlang hier in Houten aanwezig. En zo zullen we ook de komende periode weer hopelijk met veel raadszetels aanwezig zijn. U bent redelijk concreet als ik zeg de jongeren van Houten, dat is een grotere, een snel groeiende groep aan het worden. En dat worden pubers, want het is een jonge gemeente Houten. Wat gaat u voor hen doen de komende tijd? Nou, waar we als gemeente voor op moeten letten, dat is dat wij aan de jongeren gaan vragen wat zij graag willen van de gemeente. Er zit onder jongeren zelf enorm veel initiatief. En de jongeren weten zelf ook heel goed wat ze wel en niet willen. En dat initiatief, dat moeten we ondersteunen. En niet zelf clubjes gaan oprichten voor ze, waarna toch niemand meer naartoe gaat. Maar echt het initiatief van de jongeren zelf, dat vinden we heel belangrijk. En kunt u een voorbeeld geven van jongeren die in de afgelopen periode een initiatief genomen hebben, wat u heeft kunnen faciliteren? Ja, absoluut. In Schalkwijk is de jongerensoos van Casavina opnieuw herbouwd. Dat was een hok waarvan de gemeente zei van, joh, schuiven jullie maar aan in het sociaal-cultureel centrum. Jongeren hebben gezegd, nee, we willen dat niet doen. En hebben zelf €200.000 opgehaald, waarna dat jongerenhok er gekomen is. En dat vinden we geweldige initiatieven. En die wij vanuit de gemeente graag faciliteren. Ondersteunen. En dat hebben jullie in dit geval ook gedaan? Ja, er was slechts een kleine bijdrage vanuit de gemeente nodig. En het gros van het geld is gewoon door de jongeren zelf opgehaald. En dat vinden we fantastisch. Dat klinkt goed. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Ik vraag er even op door, omdat ik me afvraag of jongeren de weg naar de gemeente weten. Of je dan niet net even ze moet helpen om die drempel over te komen? Nou, er zijn inmiddels, en daar heeft de jongerenwethouder de afgelopen periode ook hard aan bijgedragen, verschillende manieren waarop de jongeren de gemeente kunnen vinden. Maar mijn oproep aan jongeren is juist van, joh, die gemeente heb je eigenlijk helemaal niet nodig, want je kunt het vast veel beter zelf dan dat de gemeente het voor je kan. We hebben dan de jongeren gehad. Waar kunnen die ouderen u gaan houden? Voor hun is bereikbaarheid natuurlijk ook belangrijk. Maar ik denk dat voor veel mensen een lawaaiige scooter op een fietspad bijvoorbeeld veel ergerniswekkender is dan de bereikbaarheid via de rondweg. Nou, ouderen hechten groot belang aan veiligheid. En wat dat betreft zijn ze ook bij de VVD op de juiste plaats. Vinden wij ook heel belangrijk. Wij staan voor een strikte handhaving van jongeren en of ouderen, wie dat dan ook zijn, die regels overtreden. En wij willen dan ook in de komende periode kijken of er ruimere openingstijden voor het politiebureau kunnen komen. Ook landelijk zijn we bezig om de bezuinigingen die het kabinet neemt op het gebied van politie,
om die tegen te houden? Want wij vinden juist dat er extra agenten bij moeten en niet minder. Dus ruimere openingstijden voor politiebureaus. Ik dacht dat u ging zeggen voor, dat er ruimere openingstijden voor horeca en andere gelegenheden moest komen. Maar... ja, dat is nog een speerpunt van ons. Dus wat dat betreft had ik dat ook kunnen zeggen. Maar we hadden het nu over veiligheid. Dus dat was even het thema. Een 24-uurseconomie voor Houten, is dat een ambitie van de VVD? Het gaat vooral om dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. En als ondernemers zeggen van wij willen graag ruimer open zijn. En inwoners zeggen van wij willen graag op meerdere tijden onze boodschappen kunnen doen. Dan is de VVD de partij die daar de ruimte voor schept en niet de partij die daarvoor in de weg gaat liggen. Oké, ik heb een aantal punten gehoord. Voor jongeren, voor ouderen, de bereikbaarheid van Houten. Het zijn punten waar we u aan gaan houden. Dat is prima. Dank u wel.